Hey, kok. Leuk je te zien, man. Hoe is het? Hart zo weinig, nooit zo grijnig. Daar gaat het om, hè? Dat is het, hè? Dat bedoel ik. Hey, en mag ik jou even vragen om je voor te stellen? Natuurlijk. Natuurlijk mag dat. Ik ben Kok van de Werf. Kok van de Werf van Peco Select Fasteners. Wat doet Peco? Peco zorgt dat een groot deel van de wereld niet instort. Oeh, zie ik mensen denken. Hoe dan? Dat doe ik door het leveren van de juiste bevestigingsartikelen. Kijk. Van kwaliteit, gecertificeerd, niet de bouten de 6x20 of de 8x30 bouten, maar de zware industriële bouten die uiteraard ook bij RIS 2000 gebruikt worden. Hey, en mag je vragen wat er op dit moment heel erg speelt? Waarom ben je bijvoorbeeld hier op het energieplatform? Ja, ik ben hier als standhouder om toch naar potentiële nieuwe relaties te kijken in de offshore en energie. Ja. Met name windenergie is natuurlijk best wel... daar wil jij ook je bouten hebben? Ja. Nou ja, daar zitten al heel veel bouten en moeren van Peco zitten daarin. Met name in de offshore, de windturbines, zeg maar, de verbinding van uit het water naar die 125 meter hoogte, die flensverbindingen. Ja. Hey, en je kent natuurlijk RIS 2000. Uiteraard ken je zei het in het begin al. Ja, als reguliere klant voor het oplossen van bevestigingsproblemen. Want ook die komen bij jou natuurlijk voor. Natuurlijk. Ja, ik ben blij dat ik daar voor jullie een mooie mag spelen. Dus, we hebben die verbinder, hè? En jij bent ook die verbinder die oplossen. Die slaan we. En wat dat betreft gaan we er wat moois van maken. Kok, ik vond hartstikke leuk dat je er bent, joh. Hele fijne beurs verder. Tot ziens. Ja, dag, hoi.